Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Straks de kritische vrienden. We praten met Hans van der Haar over de ontwikkelingen bij TSC. Nu eerst met Simone de Boer en de politicus van het jaar, Wim de Boer. Tiel aan tafel. In Tiel aan tafel nu tijd voor Simone de Boer van de PVDB. Verkiezingen komen eraan. Spannende tijd. Ja, zeker spannende tijd. Ja. Ik wil niet praten over wat er allemaal gaat komen en zo. Dat zal allemaal best wel. Verkiezingscampagne, gedoe. Maar terug naar die oorsprong. Terug naar de oorsprong. Ja, de oorsprong jij bent medeoprichter. Ik ben medeoprichter, ja. En dat deed je samen met je inmiddels overleden man, Pieter van den Burg. Ja, de founder van deze club eigenlijk. Hoe is dat ontstaan? Nou ja, er was destijds een dispuut bij de PvdA. En toen heeft Pieter zich opgesplitst. Die is alleen verder gegaan. En die heeft daar in die tijd een eigen partij opgericht. Een lokale politieke partij. Eigenlijk ook wel met een knipoog, hè? PvdA, PvdB. Ja, omdat hij natuurlijk Pieter van den Burg heette. Was natuurlijk. Was ook een recalcitrante man. Goed. Die tijd is geweest. Als je nu kijkt naar waar die partij nu staat. Nou ja, we zijn natuurlijk langzaam gestaag gegroeid. We zijn in 2010 hebben we de eerste verkiezingen als PvdB meegedaan. En vervolgens 2014, 2018 en nu vervolgens weer. We zijn van 2 naar 4 naar 8 gegaan. Dus we zijn rustig aan gegroeid, zeg maar. Ja, voor jouzelf is het natuurlijk best wel ook een emotioneel raar iets. Ja, zeker raar iets. En zeker toen we in de laatste verkiezing 2018 met zoveel stemmen eigenlijk de grootste partij werden en met 8 zetels erin kwamen, waardoor wij dus de coalitie konden vormen en dus 2 wethouders, nou ja, in eerste instantie 1, maar werden de 2 wethouders konden leveren. Ja, en dat was natuurlijk het rare dat degene die de partij heeft opgericht en niet dat hij daar per se naartoe had gewerkt, maar het zou wel een soort van kroon op zijn werk geweest zijn. Zeg ja, maar. Dat was jouw man. Dat was mijn man. En die is net voortijdig overleden. Dus die heeft het allemaal niet meegemaakt. Die heeft niet meegemaakt dat we de grootste zijn geworden, dat we nu in de coalitie zitten, dat we al 4 jaar meebesturen. En dat is wel. Hij zit waarschijnlijk wel ergens op een wolkje te kijken wat wij allemaal aan het doen zijn. Mm-hmm. Dus ik krijg ook nog wel eens af en toe een beetje soort prikkels van oh ja, hij is er. En, maar goed, dat hij lijfelijk meemaakt is natuurlijk wel, vind ik wel erg jammer. Dat is gewoon pijnlijk. Ja, meer, gewoon, dan, meer dan jammer. Ja, zeker maar goed, pijnlijk. Ja. Dat is dan familie. Maar er is nog steeds een familie van jou binnen die partij. En dat is je eigen broer. Ja, mijn eigen broer die, toen Pieter overleed, kwamen we natuurlijk in de positie dat we groter werden. En die heeft zich, als fractievoorzitter ontwikkeld en opgeworpen. En zullen we hem er even bij roepen? Die heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Zullen we hem er even bij roepen? Ja. Wim? De PVDB en familie, dat is natuurlijk ook een ding. We hebben het over Pieter gehad, de founder. Inmiddels ben jij ook betrokken bij die Partij van de Burgers. En hoe? Waar is dat vandaan gekomen, jouw interesse daarvoor? Ja, die komt grotendeels bij Pieter vandaan. Aan de keukentafel, en daar zijn de gesprekken ontstaan. En dan praat je over van alles en nog wat, ook over de gemeente. Want je had eigenlijk niks met politiek. Nee, dus ik was eigenlijk hetzelfde als Pieter. Die had vroeger ook niks met politiek, maar die heeft op een of andere manier met zijn vader ook een binding gekregen. En die is daar ook op ingestapt en ik heb precies hetzelfde. Is het jouw voorbeeld, mag ik dat zo zeggen? Ja, mag je wel stellen. En speelt dat nog altijd dagelijks bij jou mee? Ja, niet dagelijks, dat is een groot woord, maar het zijn wel dingen waar je over nadenkt. Van joh, hoe zou hij dat nou gedaan hebben? Welke stappen zou hij genomen hebben? Ja, die gedachten komen wel bij je op. Nou, ik heb hier iets bijzonders. Een soort van oorkonde, nou is dat wel allemaal heel groot. Zal ik dat even kan voorlezen, wil je hem even vasthouden? Met z'n allen hadden ze grote en bijzondere schoenen te vullen. En misschien heeft deze politicus zelf ook wel eens getwijfeld of dat zou lukken. Maar hij heeft zich niet van de wijs laten brengen en heeft er alles aan gedaan om zaken zo uit te voeren als het afgesproken is. En de resultaten zijn er. Een nieuw zwembad, investeringen in de binnenstad en het verbeteren van wegen. Als geen ander spreekt en verstaat deze man de taal en de wensen van het volk. De Tielse inwoners of burgers, zoals u wilt, voor wie zijn partij het allemaal doet. De politicus van het jaar is daarom ook geworden Wim de Boer. En dat ben jij. En daar hoort ook een oorkonde bij. Ja, daar ben ik even stil van. Ja.
Ik moet zeggen, het ontroert me ook wel. het is je ook gegund. Het zijn ook de voetsporen van. Zeker. En die heb je dubbel en dwars ook verdiend. Kijk eens. Politicus van het jaar 2021, Wim de Boer. Ik voel me er heel erg mee vereerd. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, echt. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan komt de bekende vraag. Wat gaat er nu door je heen? Heel veel emoties. Trots. Trots dat we zo'n mooie team, club hebben met mensen. Waar we hebben nu ook een fantastische lijst mee uitgebracht. Voornamelijk wat je net ook zei, de voetsporen. Ja, de voetsporen van Pieter. Pieter is ook politicus van het jaar geweest. Ik ben op zijn stoel gezitten. Ja, en als je dan dit ook mag bereiken, deze onderscheiding, erkenning. En dan denk ik dat we toch op de goede weg zitten. Ja, ik ben hier echt heel erg flabbergasted. Ik heb eigenlijk geen goede woorden hiervoor. Dit is echt, trots. Ja, het is je gegund, jongen. Dankjewel. Super. Ja. We gaan ook gewoon keihard door. Tuurlijk. Absoluut. Altijd. zo gaat dat dus. Hè? Ja, zo gaat dat dus, ja. Maar als je nou toch die award in de familie moet houden, moet je ook nog aan de bak. Ja, dat moet ik ook nog aan maken. Nee, ik ben altijd achter de schermen aan de bak. Lekker, hè? Dat ben ik altijd lekker, geweest. Dat is lekker veilig, hè? Nee, ja. Dat is gewoon, je hebt een rol waar je goed in bent. En dat doe je dan. Dat deed ik bij Pieter. En dat doe ik nu voor de partij. En ik ben niet zo van op de voorgrond en debatten doen. En, die rol die vervult ze met verven. Als, nou, dat is mooi. En dan zeg je dat als broer of als fractievoorzitter? Beide. Nou, als er ooit iemand is geweest die deze award heeft verdiend, dan ben jij het wel. Gefeliciteerd. Super, dankjewel. Tiel aan tafel. In Tiel aan tafel gaan we nu praten met Hans van der Haar en Daan Blij. Daan Blij, jij bent de nieuwe aanwinst van de Tielse Eendelaars combinatie van TSC. We beginnen even bij jou. Hoe staat de stand van zaken rondom TSC? Ja, in welk opzicht bedoel je dat? Nou, qua spelen? Met name natuurlijk het eerste elftal. Ja. Het ziet eruit dat er weer gevoetbald gaat worden. En dat we dat nu dat we het seizoen kunnen afronden. Met natuurlijk de nodige aanhalingstekens. Spelers verdwijnen, spelers komen er weer bij. Het is natuurlijk heel chaotisch, dat ook dit seizoen weer. Ja. Je hebt er maar mee te dealen. Nou ja, eigenlijk door de COVID-tijd is er een heel ander management moet je toepassen. Spelers die verwachten gewoon dat ze allemaal spelen. Nog meer dan normaal. Afgelopen twee jaar niet of nauwelijks gespeeld. Dat geldt voor iedereen, of je naar basisspeler was of niet. Ja, de jongens die kiezen nu eieren voor de geld. Die geven aan, joh, trainer of Hans, wat ze ook zeggen. Wij willen eigenlijk naar een club toe waar we zeker spelen. En bij TSC op dit moment spelen we niet. Of we spelen net wel of net niet, weet je wel. Dus ja, dan moet je ze ook de vrije afgang geven. En dan hebben we sowieso vier middenvelders zijn naar een andere club toe of zelfs gestopt. We hebben rechtsback met Ruben Dessenswaar. Die stopte, die kwam er toch achter in de COVID-tijd dat er meer was dan alleen voetbal. Bijvoorbeeld, hij wilde op zondag naar de kerk toe. Ja, dat moet ik gewoon respecteren. Dus ja, dat is een stukje ander soort management. Maar er zijn ook jongens die je weer tegenkomt en aan je kunt binden. En een van die jongens zit naast jou. Introduceer hem eens. Ja, Daan Blij, die ken ik al heel veel jaar. Hij heeft een keer erg pijn gedaan in 2015. Oh. Nederlands kampioenschap verloren wij bij. We verloren de eerste met 2-0. Mm-hmm. Uitwonnen we met 3-2. Maar ja, als je het doelsaldo bij elkaar optelt, dan mochten zij winnen in de laatste minuut. En dan was hij een van de sterspelers. En we hebben altijd contact. Je speelde toen bij? Excelsior Maasluis. Ah, oké. Okay. Excelsior Maasluis. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele mooie club. Waar van oudsher volgens mij ook wel veel mensen voetballen die aan de Rotterdamse clubs gelieerd waren. Hè? Veel jongens van jullie die dan naar of Sparta gaan of naar Feyenoord. Ja. Lagen daar ook jouw ambities? Ik heb het omgedraaid. Ik heb bij Feyenoord in de jeugd en bij Sparta in de jeugd gespeeld en bij Excelsior Rotterdam in het eerste elftal. 3 jaar. En toen heb ik daarna de keuze gemaakt om in de amateur te gaan voetballen. En toen heb ik nu 6,5 jaar bij Excelsior Maasluis rondgelopen. Dus, en dat is mooi voor jou, honkvast. Ja. En je hebt nu de keuze gemaakt voor Tiel. Waarom?
Ja, zoals Hans al zei, ik ken Hans al een lange tijd. Ik heb al wat vaker gesprekken met Hans gehad. En ik liep bij mijn sluis op een dood spoor. Zin in een nieuwe uitdaging. En goede gesprekken met Hans gehad over wat ik wil. Ja, en wat wil jij? Ik wil sowieso voetballen. Wat Hans net aangaf, wat elke speler wil, dat is logisch. Mm-hmm. En Hans had mooie plannen. Eigenlijk was het plan om volgend jaar pas aan te sluiten. Maar zoals ik al zei, echt een doodspoor bij mijn sluis. Dus per direct. En omhoog kijken. Dus, wat is jouw positie op het veld? Ik speel vanuit nummer 10 positie. Achter de spits of rechtshangend. Dat zijn mijn twee wordt, posities. Dus wel bepalend? Dat is wel mijn doel, ja. Ja. Blij mee? Mooie woordspeling. Ja. Nee, hartstikke blij zoals ik aangaf. We hebben al jaren contact. Het lukt hem elke keer niet om hem over te halen. Dat zie je hem ook bij een mooie club als Maassluis. Moet ik ook zeggen, Maassluis werkte ook heel vlot mee en heel, heel fijn. Ja. Dus dat de complimenten voor zo'n club als ze toch een sterspeler weghalen. Dus ik ben blij met blij. Ja, je bent meer sterspelers aan het weghalen, links en rechts. Staat er iets moois te gebeuren hier in Tiel? Het is al hartstikke mooi natuurlijk wat hier gebeurt, maar het is een serieuze partij aan het worden. Nee, maar dan praat ik over daar willen we ook naartoe. Dat vereist natuurlijk ook weer iets dat je zegt van oké, de jongens moeten heel snel ingewisseld worden. Of je moet juist anders gaan kijken naar spelers, omdat we iets betere spelers per positie nodig hebben. Ja, als ik dan kijk dat er 21 mutaties zijn geweest op dit moment en er komen nog een paar bij. In twee jaar tijd eigenlijk, ja, dan hoort dat erbij. Ik moet wel zeggen, we zijn begonnen met scouten, met binnenhalen van spelers op derde divisie zondag. Dus de eerste 10 tel ik al bijna niet mee. Als je aan wil haken aan de top, dan vereist dat ander soort spelers. Binnen hoeveel jaar kampioen? Ja, we hebben eigenlijk gezegd, als de club 100 jaar bestaat, dan willen we kampioen zijn of geweest. En wanneer is dat? 2028 geloof ik, hè? Ja, precies. Nee, 2024. 2024. Nou, dan moet je aan de bak. Nee, we gaan vol aan de bak. We willen volgend jaar de top aanvallen. En we willen in die top nestelen. En dan ben je er zo aan toe, 2024. Nou, en jij gaat dat meemaken? Ik ga ervan uit dat ik dat ga meemaken, ja. Anders was ik in Tech gekomen. Heren, succes. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort wel weer. Yes, dankjewel. In Tiel aan tafel tijd geworden voor de kritische vrienden. Gert van Hek en Bert van Aalst. De stelling, een gezond leven begint met stoppen met roken. Ja, klopt. Zoals je weet, ik doe ambassadeur bij Medipro. Dat is een organisatie met stoppen met roken. Waarom? Niet dat ik tegen roken ben, maar ik vind wel dat we daarvan naar een gezonde maatschappij toe moeten. Dat ik straks mijn kleinkinderen gezond op kan zien groeien. Zonder rook of wat er ook mag gebeuren. Ja, met die stelling kun je natuurlijk nooit niet mee eens zijn. Maar enige nuance, Gert, is wel nodig. Klopt, alleen ik vind bijvoorbeeld wel dat er gerookt zou moeten worden, moet blijven worden op terrassen bijvoorbeeld van horeca. Dat is toch een stukje gezelligheid. Er was vroeger in het café, er stonden mensen blauw in de rook. Dat is helemaal niet goed, snap ik. Toen zijn we met afzuigingen begonnen. Die moesten er komen. Op een gegeven moment moesten er ook rookhokken gebouwd worden. En nu wordt het vliegen helemaal verbannen. Ik begrijp het gezondheidstechnisch overweging, snap ik het allemaal. Alleen bij gezelligheid, bij horeca, bij een sfeertje, willen mensen toch graag even een sigaretje opsteken. Maar dat moet dan wel gewoon buiten inderdaad ook. Ja, maar ik vind dus niet... Je zegt eigenlijk, laat de mensen vrij of ze nou willen roken of niet. En natuurlijk is roken slecht. Ja, maar ik vind wel dat je keuze zelf moet maken. Dat die niet echt te veel opgedrongen vind worden. Vind jij dan, Bert, dat die keuze steeds meer onmogelijk wordt gemaakt voor mensen? Nou ja, dat vind ik dus wel. Hè. Net al wat ik zeg van... Vind je dat een goede zaak? Nee, dat vind ik dus niet goed. Ik vind wel, we leven in een vrij land en iedereen moet vrij zijn. Maar ik kijk meer dat we in de toekomst... He, we hebben veel vervuilingen, we hebben allemaal dit. En wij kunnen met z'n allen, door minder te roken of niet meer te roken, een gezonder leven krijgen. Dus we niet alleen voor ons, want het gaat niet over mij. Want die paar jaartjes dat ik hier nog sta, dat zal niet zo lang verduren. Maar het gaat erover dat Gert straks, die heeft twee zoons en een dochter. Straks wordt hij hopelijk opa. Ja, is wat open.
En dan ziet je zijn kleinkinderen neer, omdat die blauw in de rook overal zit. En dan loopt hij dan en dan ziet je zijn kinderen niet meer. En ja, dat is hetgene wat ik eigenlijk achter staat. Snap en, ik. Of voor staat, laat maar ik die zo betutteling, zeggen. Hè? Als maar, we het zo mogen noemen. Vind je dat, vind maar, je die, maar die ziet toch ook een verschuiving in de generaties. Dat nu al de jeugd al het roken vaak vies vindt. Dan heb je het over pubers. Mijn pubers die vinden het vies. Die beginnen er helemaal niet aan. En ik denk als die kinderen daarvan straks willen, dat die denken van nou ja, we beginnen er al helemaal niet aan. Want we hebben het thuis nooit gezien. Kijk, onze generatie nog, die hebben het gezien dat er thuis gerookt werd. In het café, overal werd gewoon gerookt. Sterker nog, die sigaretten stonden op de feestjes op tafel. Die voor de mannen en die voor de vrouwen. Allerlei soorten sigaretten, sigaren, noem het maar op. Nou, de tijd van het roken in het vliegtuig ken je ook allemaal natuurlijk nog. En in de bus. En, ja, dus we zijn al een stuk afgebouwd geweest. Alleen dat de generatie die nu nog zeg maar in cafés komt en dergelijke, die nog ook gewend zijn om een sigaretje op te steken, dat ze dat buiten in ieder geval wel kunnen blijven doen. Ik denk dat namelijk Flievelé, dus mede door de organisatie onder andere waar Bert in zit, en door allerlei andere destimuleringen wil ik zeggen, dat vanzelf op een gegeven moment klaar is met roken. Ik denk dat er over 20 jaar bijna niemand meer rookt. Nee, dat denk ik. Dat hoop ik, Gert. Laten we dat erbij zeggen. A, wordt natuurlijk de sigaretten onbetaalbaar wordt het, op een gegeven moment. Ja. Maar het gaat er mij over dat we een gezonde, rookvrij gebeuren krijgen. Eens, dat is iedereen het over eens. Ja, en dat je hier op het voetballen gaat staan, dat je je kinderen gezond ziet sporten. En jij zegt eigenlijk, geef het tijd. Gaat vanzelf gebeuren dat rook uit is. Geef het in ieder geval wel even die tijd voor die generatie die nou nog gewoon... Maar niet op dat die betutteling, zoals het niet zo opgelegd allemaal. Nee. Eigenlijk vind jij dat ook. Nou ja, ik vind de betutteling is natuurlijk, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik zou het wel heel prettig vinden als we dat met z'n allen in onze gedachten, als verantwoordelijke voor de toekomst, ervoor zorgen dat we een mooie, schone toekomst krijgen. En dat onze kinderen in een mooi gebeuren rond kunnen lopen. Lekker kunnen ademen en niet dat ze naast me staan, dat ik ze met rook in het gezicht blaas. Bert, ik hoor het al. Je bent een fantastische ambassadeur van die club. Welke was het ook alweer? Medipro. Hoe? Medipro. En die zitten in Nijmegen geloof ik, ja, ze zijn ook op internet te vinden. Ze zijn op internet, medipro.nl. En wil je eraan meedoen? Ook voor verenigingen zeg ik, wij stimuleren dat. Je krijgt een marketingvergoeding van €20 om daaraan mee te doen. Per lid. En het gaat niet alleen over die 20... Per lid. Ja, per lid. Ja. Dus ik geloof je meteen, Bert. Nog eventjes tot slot. Want ik ben hem alweer kwijt. Medipro.nl. Mag ik je danken. En jou ook, Gert. Hè? Dit was Tiel aan tafel. Wilt u meer nieuws over de regio en Tiel in het bijzonder? Kijk dan op onze website www.regiotvtiel.nl of download onze app. Graag tot de volgende keer.